Landhorst. Het jongste dorp van het land van Kuik. Van de circa 90.000 inwoners van deze nieuwe gemeente wonen er 715 in Landhorst. En met plezier. Als je over de kwaaiweg van Ledenakker naar Venhorst rijdt, moet je op tijd remmen. Anders ben je het al voorbij. Dat zou jammer zijn. Of we naar zijn tennis kunnen gaan, of we naar oploop kunnen gaan, of over de baan. En eigenlijk komen we tot de conclusie, we hoeven niet te gaan. Maar in Landhorst, als je er komt wonen, binnen 5 jaar kunnen Prins Carnaval zijn. Nou ja, de vraag stelde is een antwoord. Je hebt net gehoord, hè? Ja. Waarom je in Landhorst moet wonen. Ja. Nou, ja. Dat hoorde ik dus ook. Ik denk, nou, daar zijn we nu mee. Maar Jans heeft hier die koek neergezet. Ja. Maar dat zijn toch weer belangrijke dingen. En ik leerde Landhorst dus kennen op het moment dat ze allemaal aan het feest vieren waren. Nou, wat wil je nog meer als je in het dorp moet wonen op zo'n moment? En als je de schoolfusie zwet met z'n lot, dan moet je toch gestoken hebben. Ach jongen, zei ze, iedereen stoot de filie op. Ja. Omroep Land van Kuik wil de komende maanden graag een bezoek brengen aan alle dorpen, 7 stuks in de gemeente Sint-Tunis. En onze start die ligt in Landhorst. Het kleinste dorp, nee, het is niet het kleinste dorp, maar wel het jongste dorp dat vorig jaar 75 jaar bestond, maar dat helaas nog niet heeft kunnen vieren. We gaan even terug in de tijd toen Landhorst ontstond. Ad Rijkers, hoe moeten wij ons dat voorstellen dat het er hier uitzag? Als een woestenij. Het was het peelgebied met heel veel hei. Water, modder, hier en daar een verdwaald boompje. En het behoorde er naartoe aan 2 gemeentes. Het was de gemeente Oplo en de gemeente Valrooi. Daartussenin zat de gemeente Beuge-Rijkenvoort. En Landhorst is eigenlijk, wat nu Landhorst is, was eigenlijk vroeger een stuk van de gemeente Beuge-Rijkenvoort en een stuk van de gemeente Valrooi. De scheiding die liep eigenlijk langs de Staatsbossen. Als je daar dus die weg langs de Staatsbossen pakt, vanaf Gent zeg maar tot dan hier, je trekt die weg rechtdoor, dan
kom je uit, het is een beetje op de Middenpeelweg. Het is een beetje 60, 70 meter ten noorden van de meneer van Jo Willems, waar nu die dierenarts, dierenkliniek zit. En dat was de grens tussen de gemeente Van Rooy en de gemeente Beuge. Als je nou teruggaat in de geschiedenis, zeg maar, de ontginning, eigenlijk lopen die twee stukken een beetje langs elkaar heen. Want Van Rooy, die hadden al een hoop grond verkocht aan particulieren, terwijl een stuk van Beuge eigenlijk nog allemaal van de gemeente Beuge was. Behalve een stukje aan de westkant, er is ooit een grenskwestie geweest tussen de gemeente Boekel en de gemeente Beuge-Van Rooy. En toen is die grens een beetje opgeschoven naar het oosten. Dus dat stuk was eigenlijk ook al gedeeltelijk verkocht aan mensen uit hoofdzakelijk uit Boekel. En bij wie moesten mensen nu zijn, de eerste bewoners, zeg maar, waar moesten ze zich melden? De gemeente, de mensen dus het gebied van Beuge wonen moesten zich melden in Beuge. In het gebied van Van Rooy wonen moesten zich melden in Van Rooy. De oudste boerderij in de gemeente Beuge, dus echt in de gemeente Beuge, overigens, dat is de boerderij langs de Middenpeelweg. Pakweg 100 meter ten zuiden van die dierenarts. Dat was toen de tijd Jan van den Berg. Het Van Rooy heeft daar die boerderij gebouwd. Die heeft de vergunning nog aan moeten vragen in de gemeente Beuge Rijkenvoort. In 1930 is er een gemeentelijke herindeling geweest. En toen is die westkant van de gemeente Beuge Rijkenvoort is gevoegd bij de gemeente Van Rooy. Dus toen moesten die mensen wat naar Van Rooy toe. Dat is het stuk van Beuge, het stuk van Van Rooy. Dan zit je dus meer in de Boekense Baan en de Fortuneweg in die kant. Dat is de eerste boerderij die is daar gebouwd in de Fortunehoeve, langs de Boompjesweg, of over die hokken van Smit zitten. Die is gebouwd, als ik me niet vergis, in 1923, ongeveer in die tijd. Daarna is de school die opa overgeopend van Geert gekomen. Dat was Hannes Gewilms, beste vrouw, die heeft daar dus een boerderij gebouwd. En toen is de gemeente Van Rooy, die heeft de grond uitgang gegeven in erfpacht. En dat zijn de huizen geworden langs de Boekense Baan op en langs de Fortuneweg, langs de Haringkampseweg. Daar stond toen nog niks? Er stond eerst nog niks. Nee. Ze zijn allemaal gebouwd zo'n beetje rond 1925, 1930 in die buurt. De Beurense kant, die is op een gegeven moment is de grond verkocht aan de stichting Peelontginning. De stichting Peelontginning, dat was dus een stichting waarin de gemeente Oplo zat, de Boerenleenbank en de NCB. Dat is samen de stichting Peelontginning. En de gemeente Oplo heeft de grond verkocht aan de stichting Peelontginning. Die heeft de heide mee ingeschakeld, die hebben daar een ontginningsplan op gemaakt, die hebben daar gebouwd. Maar dat is eigenlijk op een stuk van de gemeente Oplo, wat vroeger de gemeente Oplo was. Maar ik vertel erbij, omdat dus die stichting Peelontginning, dat is in 1930, toen is Beuge ook mee gaan doen in die stichting. En die hebben toen de grond verkocht aan de stichting Peelontginning. En de stichting Peelontginning heeft daar dus ook weer de heide mij opdracht gegeven tot ontginning. En we zijn in de halfweg jaren 30, begin jaren 30, is die grond ontgonnen door de heide mij. Dus wegen aangelegd, noem maar op, afwatering. En die grond is verkocht aan een aantal boeren. Die hebben daar een huis op gebouwd. En dat kwam er dus eigenlijk achter de Van Rooyse boeren af. De Van Rooyse zaten eigenlijk wat eerder, en die kwamen later. Die mensen die kwamen er ook met de intentie, ik wil hier beginnen. Ik denk dat het kwam omdat ze dus op de oude grond niet konden slagen. Als ik kijk naar mijn eigen ouders, die zijn er gekomen in 1938, die kwamen van Heeswijk-Dinter. Die hadden in Heeswijk-Dinter een boerderij gepacht, maar de eigenaar, de zoon van die eigenaar, was ook een boeren, dus hun moesten eraf. En ze hadden geen geld genoeg om dus
op de oude grond een boerderij te kopen. Ah, ja. En via een advertentie had de hoofdonderwijzer mijn vader geattendeerd op grond in de Peel. Die is mee te kijken, heeft monsters meegenomen. De hoofdonderwijzer heeft die bekeken en zegt nou, van mij moet je op die grondplek kunnen turnen. Dus toen is hij naar hier gegaan, gewoon omdat hij dus niet genoeg geld had om op de oude grond te kunnen kopen. Want ik moet me dat voorstellen, het landschap dan is... Was toen dus gedeeltelijk ontgonnen. Toen hij hier kwam, was dus die grond was ontgonnen. Die was al in de cultuur gebracht. Er was al 1 of 2 jaar rog opgeteeld en geoogst. Maar verder was er dus nog geen boerderij of niks op, je moest ze zelf bouwen. En dat vind ik een mooi, leuk voorbeeld van die opa van Bart van Helmi. Die was dus ook een van de eerste dus die grond gekocht had op de stuk van Beugen. Maar die was met een boerderij aan het bouwen en toen kwam de Venzie. Wij moeten hier een kanaal gaan. En de huis staat in de weg. We moeten onder jouw huis door. En toen zei ik, vrienden, verkrijgen een waterrefgezetting. Als je me nou 4000 gulden geeft, dan breek ik het af en dan bouw ik het al maar op. En dat is doorgegaan. Ja. Ik heb er nog geen bewijzen van kunnen vinden, maar de soort heb ik dat een keer verteld. Ja, ja. Maar Gerard Willems, echte landhorstenaar, opgegroeid hier. Je weet een aantal dingen natuurlijk nog heel goed, die, ook al heb je ze niet meegemaakt, zul je ze toch wel eens gehoord hebben. Zullen we even proberen op te pikken waar de vorige spreker gebleven is? Ja, dan zitten we met de oorlog en dan, ik weet niet of er dan al een kerk is of een school. Dat was toen in ieder geval volgens mij nog geen kerk. Ik weet niet dat die gebouwd is, dat was nog net voor mijn tijd. En dat was zo'n kruis met een noordkerk. Ja. Is hier gezet wat nou Gerrit Nabers woont. Daar heeft hij gestaan. Ja. En toen dat tijd, toen de bevolking, of de inwoners van Lantus, hebben dat hoofdzakelijk zelf gedaan. Samen met Wandrooy eventueel en de Bisdom. Ja. Maar allemaal toch wel heel veel in eigen beheer. Zoals je dat... Zoals het eigenlijk altijd gegaan is in Lantus. Ja, ja. En eigen beheer. Jullie pakten zelf zaken aan. Ja, in ieder geval samen met het bisdom. Of ja, Wandrooy. Ja. En dan het bisdom. En toen is er in kerk. Maar ik weet niet precies welk jaar dat er geweest is. Was het echt zo een sfeer van... Ja, er woonden destijds nog veel minder mensen. Van, je moet het een en ander gebeuren, dat gaan we samen doen. Nou, ik weet nog, toen ik hier op de lagere school zat, hier was toen nog tijd, was er geen kleuterschool, ja, dat is er hoor ik niet meer, maar er was toen nog geen kleuterschool. En ik ben in 60 ben ik nog, in 58 ben ik naar school gegaan. En dan waren 6 jaar, moest naar de eerste klas. Ja. En jonge broer Piet, die is nog wel naar Wandrooy naar de kleuterschool geweest. Hoe kwam je daar? In de fiets. Fiets, ja. Over een zandwegje, grindwegje. Ja. En ik was blij dat ik dat gemist had. Dat heeft natuurlijk mijn interesse al als ik kom ook in het onderwijs. Maar hoe pakte die leerkracht dat aan? Met al die klassen. Ja, ik bedoel het in Wandrooy. Ja, nee, maar hier vooral later dan. Nou, hier in Lantus hebben we eigenlijk altijd in mijn tijd maar 2 leerkrachten. Dus die aan 3 groepen. Eigenlijk. Ja. Samengesteld klassen, zeg maar. Ja. Op het laatste, denk ik, toen in de 6e klas kwam de kleur, of ja, nee, nog iets hier. Toen kwam de kleuterschool en daar hebben toen die nonnen van uit Stunnes, die hebben daar een beetje bestierd toen. Ja. Want in 1945 werd Lantorst officieel dorp. Ja. Mocht dat is net voor mijn tijd geweest. Ja, dat is voor je tijd geweest. Ja. Maar het was wel ook wel heel groot, toch, naar verhouding onderwijs, hè? Een school. Ja. Het belang daarvan werd wel aangegeven, denk ik. Hè? Ja. Ja, maar er waren ook allemaal, als je 10 gezinnen had, dan had je ook al 10 leerlingen, hè? Ieder jaar. Ja. En dat 10 jaar lang meestal. Ja. Of langer. En dat jouw de... Van huis naar school en terug, en daar ging wel wat tijd in zitten.
Ja, om die harde tijd zat. Ja. Ook achter. Ja. Ook 24 uur per dag. Hè? Ja. Maar dat was geen punt. Het vervoer, om het maar eens zo te zeggen. Nee, iedereen was wel of met de fiets of te voet. Ja. En aan vervoer winden waren er niet. Ja. Arnold de Wit, niet altijd in Landhorst gewoond. Nee. Maar wel heel lang. Al ruim 40 jaar. Ja, en dan, ja, dan ben je wel Landhorster nog. Ja. Ja. En je bent actief geweest, actief geworden ook in het verenigingsleven. Hoe gaat dat in zo'n dan nog relatief klein dorp? Ja, hoe gaat dat? Je moet er zelf voor openstaan. Ja. Als je import bent in Landhorst, dan ben je daar niet lang. Als je mee wilt doen. Ja. Er zijn ook mensen die hier voor de rust komen. En het liefst met rust gelaten willen worden. Ja. En er zijn gelukkig ook mensen die met dorp mee willen doen. Ja. En daar ben ik er eigenlijk wel in van, ja. Ja. En toen jij kwam, waren er al verenigingen, denk ik, ook zoals dat in een dorp ik denk, is? Ik denk wel, dan was het alle verenigingen. Misschien dat er een buurtvereniging bijgekomen is, of een fietsvereniging. Ja. Maar de echte vereniging, een voetbalclub, een fanfare. Daar zien er ook inmiddels al een paar te zielen gaan. De Greuto's, de drumband is er helaas niet meer. Ja. Ooit is beschreven hoeveel verenigingen de land herstellen, ja. Kwamen er bijna over de 100. Ja, dat, dus, dat heb ik ook eens gehoord. Ja, dat is verrassend veel, ja. Ja, je hoeft hier niet stil te zitten als je dat niet wilt. Dus heel veel inwoners zijn lid van meerdere verenigingen. Ja, want anders hadden dat niet. Nee. Zie je daar nou, dat floreert dan, hè, dat loopt allemaal, dat is enthousiasme. En dan komt er misschien ook weer een keer een keerpunt? Of? Nou, dat keerpunt is er zeker al ooit geweest. Het ebt altijd een keer terug. Ja. Maar ik hoop dat het ook weer volop terug kunt. Ja. Hè? We zijn nu weer aan het bouwen. Gelukkig achter ons. Komt nieuw leven in de buurt. En hopen dat we met z'n allen weer de schouders onder zetten. Ja. Want was het zeker niet verloren. Nee. Absoluut niet. Nee. Die drift die zit er nog in. Ja. En dat moeten wij als min of meer oudere generatie over zien te brengen naar de jeugd. Ja. En dan komt het in een land als hartstikke weer goed. Dat weet ik zeker. En al die verenigingen die zorgen ook voor, neem ik aan, binding. Hè, van, doordat je lid bent van een vereniging, dat is natuurlijk overal wel, maar in Landhorst zeker. Ja. Ja. Ja, en zeker als je van meerdere verenigingen lid bent, dan gaat dat over en weer. Hoe doen jullie het? Kunnen samenvoegen. Ja. En daar is Landhorst, vind ik, best sterk in. En als iets goed functioneert, dan kan dat ook mensen aantrekken van buiten Landhorst. Ja. Ik had het al met Helmi er even over, een succesvol koor. Ja, en dat is zeker. Dat is een heel mooi geluid uit de Peel. Ja. Gelukkig oefenen ze nou even niet door de corona in de dorpshuizenstak. Ja. En we zien er als Landhorstenaar ieder jaar weer uit. Ze geven 2 of 3 concerten. In Landhorst. En dat is een aanwinst voor Landhorst. Een mooi geluid uit de Peel. En een groot succes hebben jullie een paar jaar geleden gehad? Van de geluiden uit de Peel. Ja, geluiden uit de Peel. Ja. Ook een. Ook daar heb ik aan mee mogen werken. Een klein rolletje. Ja. Echt toneelspelen. Daar zit natuurlijk wel een beetje in, maar je moet ook nog de tekst kunnen onthouden. Ja, lijkt me. En daar waren bij mij natuurlijk wel een beetje als een nieuwe naam het euro. Maar dat is dan ook een enorm succes voor het hele dorp. Ja. Dat is 5 keer uitgevoerd en 5 keer een succes. Ja. Heel mooie locatie. Ja. Eerst was de locatie verder Landhorst in het buitengebied. Maar door de DAS deed daar de DAS om. Ja. En hebben ze een locatie gevonden achter de school. Ja. En het was net of de tijd stilgestaan had. Sorry. Helmi van Krij, even naar Landhorst nu, hè? Ja. En ook wel een beetje Landhorst toekomst. Want jullie aantal inwoners loopt niet terug, hè? Nee. Ja, we hebben. Ik heb ergens sinds 700. Ja, er wordt dus nu gebouwd. Ja. En daar zijn we ook heel blij mee. En nou blijkt dus ook de kracht, en misschien versterkt corona dat natuurlijk ook wel, hoeveel het waard is dat je hier voor geld waar je anders een tussenwoning hebt, dat je hier nog een vrijstaand huis kunt kopen met grond eromheen. Je zit tegen de staatsbossen aan. Ja.
En mensen waarderen weer het wandelen, het fietsen. Ja, dan zitten hier in een paradijs. Ja. 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 Ik heb 4 kinderen zelf. 2 daarvan die wonen ook in Landhorst. Ja, de ene is dan nou tijdelijk even in Mil, maar die gaat nou bouwen in Landhorst. Ja, en meestal is het zo, waar de man woont, daar gaan ze wonen. Maar ja. die 2 meiden van ons, die waren hier niet weg te trekken. Nee. Dus het was of uit of hier in Landhorst komen wonen. Dus, ja. Ja, en die zitten ook overal op en aan in de verenigingen. En ik hoop dat ik daar ook een beetje samen met mijn man doorgegeven heb. Van, je moet er zelf iets van maken. Ja. En ik denk dat niet veel dorpen zijn. Maar in Landhorst, als je er komt wonen, binnen 5 jaar kunnen Prins Carnaval zijn. Ja. En werkelijk waar, we hebben hier niet oude families die het veel zeggen hebben. Want ze zijn hier allemaal komen wonen met een hoop ermoei. Ja. Want ze konden nergens anders iets kopen. En misschien is dat nou ook nog wel. Ja. Maar dat brengt wel wat met zich mee, vind ik. Ja. We hebben het wel eens over kleine kernen, hè? Ja. En... ja, wat missen die? Maar dat heb ik nog niet geproefd. Nee, nou ja, God. Je zit als Landhorst natuurlijk ook heel geïsoleerd, hè. Als je zo'n dorpje Ledaker hebt of zo, dan zit vlak tegen een grotere plaats aan. Ja. Maar hier is het gewoon heel... Je moet het van elkaar hebben, hè. Ja. Dus je moet elkaar de gezelligheid opzoeken en dat lukt heel goed. Als je wil hier, je komt hier wonen. En als je wil, dan ben je er zo tussen. Ja. Maar je moet van goede... wil zijn en je zegt van ik wil erin participeren, nou dan is dat absoluut mogelijk. Ja. Dus. Je hebt natuurlijk ook wel in de loop der jaren wat een heleboel meegekregen van het verleden, hè, zoals Ad dat straks en Jan dat weer ook zo mooi verteld hebben. Ja, de Verkrij is ook een van de... Ja, van de Verkrij. Mijn man, zijn familie was eigenlijk ook een van de pioniers. Hè. Ja, want ik kwam oorspronkelijk van? Geffen. Van Geffen, ja. En iets was er dan toch wat een trok. Of ja, Ad heeft er al een voorbeeld van gegeven, van ook financieel oogpunt. Ja, volgens mij hadden ze ruzie met de buurt of iets. Maar in ieder geval, hier konden ze nog boeren. Die hadden iets van 8 zonen. Ja. En die moesten, die wou boer worden. Ja. En dan kunnen hier een ontginningsboerderij. En ze konden het gewoon op andere plaatsen niet betalen. Ze waren blij dat ze hier vooruit konden. Even een sprongetje maken. Sommige mensen zeggen ook, ja, als de schoolwerkers uit het dorp... Mag je aanvullen? Ik was er heel erg op tegen, want ik moet eerlijk zeggen, mijn kinderen hebben hier allemaal op school gezeten en die hebben een fantastische tijd gehad. Ja. Echt heel fijn op school, maar op een gegeven moment dan is het niet meer haalbaar en dan is iedereen, ik ook was er heel erg op tegen dat die sloot. Maar als je dan een paar jaar verder bent, dan blijkt het toch allemaal gewoon te kunnen en we moeten het toch met, ik vind eigenlijk altijd... Ik ben altijd heel huiverig dat mensen hun eigen dorp zo hoog op een voetstuk zetten. Ja. Want ik zeg altijd, je kunt wel zeggen, mijn dorp is alles. Ja. Maar als je 20 kilometer verderop geboren was, dan was dat dorp alles geweest. Hè? Ja, zo is het. Dus je hebt hier gewoon een hoop klein dorpen. Dat vind ik ook het mooie van Land van Kuik, dat zoveel kleine kernen heeft. En die weten volgens mij precies wat ik bedoel. Je moet het samen maken. En als we nou Landhorst en Mauroy samen die school wel open kunnen houden... Ja. Is toch perfect? En de kinderen die mengen zich, want ik bedoel, als ze van de lagere school afkwamen, dan fietsen ze ook samen naar Stevensbeek en dan kwamen ze ook. En dan er is wel even een discussie geweest over het vervoer van leerlingen, hè? Ja. Dat is nou, hoe is ze hebben nou die kruising weer aangepakt. Ja, ik heb mijn kinderen in het begin altijd met de auto naar school. Wij woonden ook 2,5 kilometer van dat was bij ons ook heel gewoon dat je ze weg moest brengen. En van fietsen zei, is daar nooit niemand vervelend. Dat is goed voor me. Maar ja, het moet wel veilig gebeuren. En natuurlijk de auto's. Ja, wij wonen ook aan een weg waar redelijk hard gereden werd. Maar het moet wel veilig zijn met oversteken. Dus de gemeente heeft nou ook die oversteekplaats al gemaakt. Ja, of dat optimaal is, weet ik niet meer. Het moet natuurlijk ook wel de kosten en de baten. Ik zou liever een tunnel zien of zo. Maar ja, dat is natuurlijk... Hoe kwam jij erbij, dat bedoel ik niet negatief, hoe kwam je erbij om van Oesgeest naar Landhorst te vertrekken? Nou ja, de vraag stellen is een beantwoord. Je hebt net gehoord, hè, waarom je in Landhorst moet wonen. Ja, dat hoorde ik dus ook. Ik denk, nou, dan zijn we nu klaar. Ja. Dan moet ik hier eens gaan wonen. Ja, serieus, ja. Nee, ik kom van oorsprong uit Oesgeest. Ja. Het dorp van Jan Wolkers. Ja. En ik kreeg... Ik verhuisde met mijn werk naar het zuiden van Nederland. Ik leerde Tieneke kennen. En zo kwam ik in Landhorst. Ja.
Overigens, in het bedrijf waar ik werkte, daar gingen ze ruim om met het begrip zuiden van het land. Want het zuiden van het land, dat liep tot aan Groningen. Dat was allemaal Zuid-Nederland. Oh. Ja. Die hadden dus hier niet op school gezeten, dat is duidelijk. Ben je trouwens al begonnen? Ja, tuurlijk. Oh, pardon. Ik dacht, dit is nog eventjes een koffiepraatje. Ja, je dacht ook, nee, gaan we door, ja. Wat ik me nog kan herinneren, dat ik hier aan land dus kwam, want ik hoorde de mensen voor mij praten over de kwaaiweg en de zandpaden en zo, en de modder en de sneeuwhopen. Het hoogtepunt wat hier aan land was ooit is gevierd, dat is heel snel gevierd dat ik hier kwam wonen. Dat was namelijk het grote feest wat we hier kregen in Landhorst, toen het fietspad langs de Kwaaiweg werd geopend. Dat was 1991. Er was toen geen fietspad. Je fietste gewoon op de weg. Ja, dat was best wel een beetje link. Althans, ik kwam uit het westen, ik vond het best wel een beetje link. En toen hebben ze op een gegeven moment besloten om er een fietspad langs te leggen. Dat was natuurlijk al een hele verbetering. En dat was op het moment dat ik hier in Landhorst kwam wonen. En er stond een hele grote tent. En dat was een enorm feest. En ik leerde Landhorst dus kennen op het moment dat ze allemaal aan het feest vieren waren. Nou, wat wil je nog meer als je in het dorp komt wonen op zo'n moment? En dat is mij altijd bijgebleven, 1991, de opening van het fietspad. Een grote witte tent, groot feest in Landhorst. Ja, en dan woon je hier. En ik hoorde net zeggen, als je in Landhorst woont, dan hoor je erbij. Of je hoort er nooit bij. En zo is het ook. Want je doet mee, je past je aan, of je blijft helemaal afzijdig. Wat overigens moeilijk is, want in Landhorst is het toch wel de bedoeling dat je toch wel een keer ergens mee gaat doen. Je wordt er toch wel bij getrokken. Nou ja, de een die is daar wat sneller in dan de ander. En zo zijn we nu dus 30 jaar dat ik mij dus een trotse Landhorstenaar mag noemen. Ja. Met de nodige bescheidenheid ten opzichte van alle anderen die vele jaren meer tellen. Ja. Nou is de gemeente Land van Kuik, nou, het verhaal in de aanloop kennen we allemaal. Zou die, als 1 januari is Land van Kuik exclusief graven dan, zou dat invloed hebben hier? Zou dat merkbaar zijn? Als we niet oppassen, dan is dat merkbaar, is mijn stellige overtuiging. In welk opzicht? Zal ik je vertellen. Wij hebben straks een gemeente Land van Kuik met 29 kernen. Daarvan zijn er een paar grote. Boksmeer, Meel, Kuik, Graven misschien op een gegeven moment ook nog erbij. Maar dan hebben we het wel gehad. Nou ja, Sint-Antonis moeten we ook niet uitvlakken, is ook best nog wel groot. Maar dan gaan we kijken naar de kleine kernen. Ledenakker, Landhorst, Stevensbeek, Wanderung, tot op zekere hoogte ook. We zullen ervoor moeten zorgen dat we straks bij het nieuwe gemeentebestuur, bij de nieuwe burgemeester, bij het nieuwe college van burgemeester en wethouders, dat we daar bekend zijn. Dat ze weten dat er 29 kernen zijn die allemaal een belang hebben. Daar zal die nieuwe gemeente rekening mee moeten houden. Maar dan moeten we ons wel melden. Dan moeten we wel zorgen dat we bekend zijn. En dan moeten we wel zorgen dat ze weten wie wij zijn. Nou, ik mag me dan sinds een aantal jaren voorzitter noemen van de KBO. En de Katholieke Bond van Ouderen. Die zegt dus ook heel duidelijk van, wij zullen als ouderen met een gemiddelde leeftijd van nu, zo rond de 65, maar de Nederlander wordt gemiddeld zo'n 80, 85. Wij zullen de komende 10, 15, 20 jaar als ouderen ervoor moeten zorgen dat we hier kunnen blijven wonen met alle voorzieningen die voor ouderen noodzakelijk zijn. Dan denk ik ook aan voorzieningen als openbaar vervoer. Niet een openbaar vervoer alleen bestaande uit een buurtbus die op doordeweekse dagen rijdt, maar ook een openbaar vervoer dat op zaterdag en zondag rijdt. Als je nu iemand in het ziekenhuis hebt liggen en je hebt zelf geen vervoer, dan is het heel erg lastig om op zaterdag en zondag op bezoek te gaan in het ziekenhuis. En ik weet wel, we hebben natuurlijk allemaal een buurman die best wel bereid is om de auto even te pakken en daar naartoe te brengen. Maar er zijn ook momenten dat je dat gewoon niet wil. Dat je zelfstandig je leven kunt leiden. En daar zullen we dus, zeker waar we naar de ouderen kijken, zullen we daar de komende jaren met de gemeente
regelmatig voor een overleg moeten gaan. En we hebben dat hier in de gemeente Sint-Tunis hebben dat leuk opgepakt. We hebben dus de KBO's bij elkaar gezegd en gezegd van laten we eens kijken of die tot een overkoepelend orgaan kunnen komen, zodat we als één organisatie met de gemeente gaan praten. We hebben dat de seniorenraad genoemd. De gemeente zei ik wil wel met de KBO's praten, maar niet met al die 7 KBO's afzonderlijk. Dat begrepen wij. Dus we hebben gezegd van dan komen we met een kleine afvaardiging, dat heet de seniorenraad. En met die seniorenraad zitten we eens in de 2-3 maanden met het college van burgemeester en wethouders aan tafel. En praten over de zaken die met name die kleine kernen, ook met name dus Landhorst, raakt en treft. Ja.